Dus ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet of dat heel raar was of dat we bijna ontvoerd zouden worden. Maar ik denk dat laatste. Flinke flater. Van welke modetrend had je niet verwacht er toch aan mee te doen? Oh ja, Crocs. Echt gelijk. Ik heb echt 2-3 jaar lang een haatcampagne gevoerd tegen Crocs. Maar ja, toen kwamen de leuke Crocs met de diamantjes erop en met een warm binnenkantje. En nu, ja, het is het enige waar ik nog in loop thuis. Dus ja, guilty. Kletsen over ketsen. Wat is je langste periode zonder seks? Ik denk misschien 2 weken. Ja, niet heel lang. Ik hoor wel dat het goed is om je af en toe te onthouden van seks. Maar ja, ik vind dat nog moeilijk. Sterk verhaal. Wat is de anekdote die jij altijd vertelt in de kroeg? Nou, het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt is denk ik wel tijdens een liftvakantie door Europa. Samen met een vriendin. Want wij gingen altijd voor BlaBlaCar. Dat is een app waarmee je dan mee kan rijden met mensen. En dan gingen we voor de allergoedkoopste. En toen kwamen we op een gegeven moment 2 mannen tegen. Die zouden ons meenemen voor 10 euro van Berlijn naar Nederland. Wij dachten top. Maar ze kwamen aan in een geblindeerde auto. Ze waren echt 48 uur al aan het rijden. Ze deden gewoon heel vage grapjes. Dus op een gegeven moment keek ik mijn vriendin aan en we zaten allebei van, we moeten gaan. Dus toen hebben we gezegd, oh, we moeten heel even nog iets uit onze tas pakken, nog even pinnen. En toen we achter de auto stonden, zijn we gewoon keihard weggerend. Dus ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet of dat heel raar was, of dat we bijna ontvoerd zouden worden. Maar ik denk dat laatste. Heb je het wel eens met iemand van hetzelfde geslacht gedaan? Zo ja, hoe was dat? Zo nee, lijkt het je wat? Waarom wel, waarom niet? Ik heb het 1 keer met iemand van hetzelfde geslacht gedaan. En dat was een experiment. Het was niet per se voor herhaling vatbaar, maar wel, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb.